bent alle vier van Ezra. Wij kennen elkaar voor een deel van gezicht. En daar houden we het mee op. Maar dat maakt niet uit. Ik begin maar even aan de linkerkant. Wat is uw naam? Erik Haakmeester. Erik Haakmeester. U bent bestuurslid van Ezra? Bestuurslid. En wat doet u als bestuurslid? Bent u voorzitter, bent u secretaris? Nee, ik ben gewoon algemeen bestuurslid en klusjesman. Nou, algemeen bestaat niet, hè? U bent dus een bijzondere algemeen lid en klusjesman. Oké. Okay. Ja, dank u wel. Ik ga even naar de volgende. Mijntje Haakmeester. Mijntje Haakmeester, oké. Okay. U bent wat voor lid? Ik ben ook bestuurslid. Ook een gewoon bijzonder bestuurslid? Ja, en op de winkelvloer. Zegt u? Meestal op de winkelvloer. Op de winkelvloer. Waar staat die winkel? In de Grotestraat Zuid. In de Grotestraat Zuid. Ja. En kunt u uitleggen waar precies? 146. En dat is vlak naast Henk de Horst. Naast Henk de Horst, oké. Okay. Daar zit u al een tijdje, dacht ik. Nee, niet zo lang nog, hè? Vanaf september. Ja, en daarvoor zat u ergens anders? Daarvoor zaten we in de havenpassage. En daar waren we uitgegroeid. Oké, okay, dat is een goed teken. Want wat gebeurde er allemaal ondertussen, dat u daar bent gegroeid? Nou, we kregen zoveel aanbod van kleding en de winkel werd gewoon te klein. We hadden geen magazijnruimte. Dus nu hebben we een pand met 3 verdiepingen en boven hebben we een sorteerruimte. Daarboven zit nog een andere ruimte en alles wordt boven ook opgeslagen en beneden is winkelruimte. Maar winkelruimte, gaat u ook daadwerkelijk verkopen of wat doet u allemaal? Nou, de kleding die wordt binnengebracht wordt allemaal gesorteerd. Wat goede bruikbare kleding is voor ons, die gebruiken we zelf. Die gaat in de winkel, zeg maar, waar de cliënten, zeg maar, de klanten die bij ons komen, die door de verwijzers worden verwezen, die kunnen bij ons daar in de winkel gewoon rondlopen en winkelen, zeg maar. Dus echt de winkel waar je niet koopt? Zo min of meer is de winkel waar je niet koopt, ja. Mensen komen allemaal op indicatie en daardoor kunnen ze bij ons voor een... Het is een klein minimum bedrag wat ze moeten betalen. Ze moeten wel een klein beetje ervoor doen. Ja. Ja. Hoe selecteren jullie die mensen? Dat doen wij niet, dat doen de hulpverleners. Dat kan van alles zijn, dat kan maatschappelijk werk zijn, voedselbank. Maar die selecteren jullie, neem ik aan, wel? De meeste mensen kennen ons wel. En als het echt nodig is voor gezinnen, dan melden ze bij ons aan. Maar niet iedereen, neem ik aan, wordt u geaccepteerd of wel? Ja, we hebben ons natuurlijk bekendgemaakt bij verschillende instanties. En wij gaan er op goed vertrouwen dat de hulpverlening inschat van het is nodig of het is niet nodig. Uw naam is? Jouw naam is Stephanie Patipadou. En dit is mijn man. En dat is uw man. En uw man, hoe heet hij dan? Jouw man, moet ik zeggen, eigenlijk woord. Ja. Ik ben Rafael Patipadou en ik ben de penningmeester. Penningmeester, ja. En wat is jouw functie, heb ik even? Ik was de voorzitter. Je was niet de voorzitter, je bent de voorzitter. Nog steeds, elke dag, ja. Hoe lang ben je al voorzitter? 4 jaar. Ja, wat was dan de reden dat je bij Ezra kwam? We hebben het eigenlijk ook opgericht. Wij twee en nog een bevriend stel. De reden was eigenlijk dat we iets praktisch wilden doen. Er wordt heel veel gepraat en dat is allemaal goed. Maar als je iets wilt doen, dan moet je je handen uit de mouwen steken. We zijn eigenlijk aan de huiskleding gaan brengen. En dat begon eigenlijk zo te groeien. En uiteindelijk hebben we een pand gekregen in de havenpassage. En uiteindelijk naar de Grote Straat. Dat is een mooie stad, maar waarom zijn jullie begonnen? Omdat wij iets wilden doen voor mensen die het minder hebben. En eigenlijk is dat de grote drijfveer. Wij hebben het allemaal goed, tenminste wij twee hebben het goed. En we hebben altijd gehad. We willen iets doen voor iemand anders die het nodig heeft. Het is eigenlijk super simpel, maar we zien nou dat het ook gewoon heel veel effect heeft op mensen. En dat is gewoon hartstikke fijn. En waarom? Ja, dat is onze drijfveer gewoon. Dat is een stuk overtuiging ook, dat je een ander moet helpen. En zie je dat je mensen helpt? Ja, absoluut. En waar zie je dat dan? Nou, mensen die blij zijn dat ze iets krijgen, mensen die terugkomen, mensen die een brief schrijven, mensen die hun waardering naar ons uitspreken van ik had niks. En eigenlijk heel vaak kleine dingetjes die we horen of soms ook grote dingen, dat je denkt van ja, daar doe ik het voor. Die mensen hadden eigenlijk geen kleren. Hun kinderen konden niet in normale kleren naar school. En door heel eenvoudig te helpen, door ze in te plannen, een uurtje in de week, hebben zij gewoon weer kleren, kunnen ze gewoon weer schoenen aan. En super simpel, maar heel, heel fijn. Ja. Nou, ik ben wat later ingestapt. Ik had in eerste instantie, gaf ik zelf naailessen bij mij achter het huis. En ik had van de gemeente allemaal een budget gekregen voor een opleiding. Geluksbudget, ja. En ik wilde ook gewoon heel graag iets doen, ook vooral voor vrouwen dan, die
misschien een negatief zelfbeeld, maar ook die gewoon niet kunnen betalen. En dat is mijn motivatie geweest, want in eerste instantie was het alleen kinderkleding, om ook met volwassen kleding te beginnen. Het is wel grappig dat jij een geluksbudget krijgt, want dat krijg je niet zomaar. Daar heb je dan, daar is een reden voor. Mensen die, wat als plat vroeger zegt, als je achter de geraniums dreigt te komen zitten, dan krijg je zoiets. Zo was het bij jou denk ik niet helemaal, of wel? Nee, dat was het niet. Nee. Ik las het in de wijkkrant en ik dacht, ik ga gewoon proberen. Ja, en toen kreeg je zo'n geluksbudget en vervolgens doe je zelf iets terug voor een veel grotere groep. Ja, het is eigenlijk gewoon helemaal gegaan zoals ik het gedacht had. Heel bijzonder verhaal. Ja, wat was jouw motivatie? Mijn vrouw. Oh, je was zo gelukkig. En toen zei je, werd beloond met een geluksbezit, denk je nou, nu moet ik echt mijn geluk helemaal tonen. Een stukje hoe het begonnen is ook dat het boek van Marianne Polen is ook gelezen, Alle Dagen Schuld. En als je dat boek leest, dan zie je gewoon dat soort dingen van generatie op generatie gaan. En zo is het eigenlijk begonnen, dat ze bij Nolda terechtkwamen, gewoon waar is echt behoefte aan. En toen is eigenlijk dat idee van die winkel ook gekomen, dan kunnen de mensen zelf komen. Dan krijg je ze ook achter de graniums weg. Ja, dat bleek een schot in de roos dus. Ja. Ja, maar is het een puur Almeloze stichting of is het, bestaat het in meer plaatsen? Nee, dat is echt hier in Almelo zijn we begonnen. En nou, we krijgen natuurlijk steeds meer aanvragen vanuit Frieseveen, Wieren, Nijverdal, Hengelo, Enschede. En de aanvraag wordt steeds meer. We helpen nu 10 gezinnen ongeveer in de week die bij ons komen op indicatie. Ja. Dus die mogen dus voorzien van kleding. En zijn dus jullie op het idee gekomen met z'n tweeën? Ja, klopt. Jullie zijn de twee, de bronresten. Ja. Ja, nee, want op jullie website was niet helemaal goed te lezen of jullie nou een overkoepeling waren, of zeg maar een samenwerking waren, of alleen Almeloos. Maar op dit moment puur Almeloos. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat jullie zeggen van, wij merken in de landen dat er meer willen zijn die misschien ook wel Ezra willen heten. We zijn aangesloten bij de Nationale Kledingbank, dat wel. Dat is de overkoepelende organisatie voor de kledingbanken. Nou zijn we niet helemaal een kledingbank, maar daar horen wij bij. Voor de rest, dit is ons tot nu toe ons enige filiaal en hier zijn we eigenlijk heel erg druk mee. Wij doen het natuurlijk niet alleen. Nee. De winkel is elke dag open en er zijn best wel een stuk of 25 ongeveer nu, vrijwilligers. Ja. Die ook al hun tijd erin steken, dus dat is ook, die zijn er ook bij. Het is niet alleen wij. Nee, dat is goed dat je dit even zegt. Wij hebben zelf natuurlijk allebei ook nog gewoon een volledige baan. Dus ja. het is er allemaal naast voor ons. Ja, hoeveel in totaal zijn er hier? Zijn er niet allemaal? Zijn er in elkaar wel... Een aantal hier. De meeste mensen wel? Ja. Oh, hele trouwe groepjes. Ja. Schat de helft ongeveer. En een lekkere sfeer met elkaar? Ja, prima sfeertje. Nou, kijk al. Is het waar? Klopt het? Is de sfeer goed? Ja. Dat wordt bevestigd. Oké. Okay. Voor de Ezra een geweldig applaus. Een hartstikke mooie roos vind ik van de maand. Dat in mij. Oh, deze willen.